De schade die bedrijven en particulieren hebben opgelopen als gevolg van de brand bij Chemiepak in Moerdijk wordt geschat op 4,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Moerdijk. Kort na de brand opende de gemeente een meldpunt om duidelijk te krijgen wat de omvang van de schade bedroeg, wat voor schade er was en ook om het aantal schademeldingen te achterhalen. Omdat er weinig nieuwe meldingen meer binnenkwamen, besloot Moerdijk maandag het nummer uit de lucht te halen. De schade die Chemiepak zelf opliep, is niet in het bedrag meegenomen.